Yo, goedelijk kijkers, het is een gloednieuwe video van FIFA 22, ja. En wat is de rewards? Zijn er weer, ja. En ik maak deze video trouwens gewoon even donderdag, omdat ik op de vrijdag, oftewel op 31 december, dan ben ik hoogstwaarschijnlijk live in deze tijd dat ik deze nu maak. Dus daarom maak ik hem heel even nu. Alvast. En ik ben benieuwd naar de rewards, dus één ding. En de tweede, voor degene wat misschien is opgevallen. EG eSports heeft een kleine opruimactie gedaan. Terwijl, zoals je misschien had gezien, terwijl het een heleboel posts weg. Nou, dit komt omdat het was gewoon één grote teringzooi. Ja, terwijl waarom zeg ik even. Ja, zooi, rotzooi, ja, dat was het. Terwijl, het was niet mooi, het was niet clean. Maar nu is het helemaal mooi. We gaan ook echt alles aan doen om IG zo groot te maken. Om het gewoon groot te maken. En, ja, we gaan ook niet meer echt clipjes daarop posten. De clipjes, die komen in reels. Terwijl bij het kopje reels heb je op Insta. Daar komen dus de Warzone clips, Fortnite clips en weet ik het wat allemaal. Dat komt dus in Reels en bij de normale posts. Daar komen zoals introductions, Weekend League ranking, hoeveel Weekend League D&D heeft gedaan. En ook met Arena, terwijl van Arena de punten. Komt daar elke week zowat rond, niet elke week, maar wel om de zoveel weken, komt er even een dingetje op van gewoon een leuk counter van hoeveel punten iedereen heeft. Dus, en het wordt maar echt veel mooier, jongens. Het gaat gewoon veel mooier worden en niet meer zo als die rotzooi wat we er toen opzetten. Maar we gaan dus nu naar de rewards. En ik heb rewards. Ja. Alleen ik ben aan het denken wat ik zou pakken. Ik kan ook deze doen. Dan heb ik, ze wel niet verhandelbaar, maar dan kunnen we hierna nog even een gold upgrade doen. Ja, ik ga gewoon voor deze. Deze zijn het best, want anders heb je al maar één. Wij gaan dus nu naar de winkel, jongens. En dan gaan we ze denk ik. Gewoon nu openmaken. Ja, ik ben benieuwd welke dat erin zitten. Misschien even wat spelen waar ik wat mee kan. En dan. Oké, ja, hier kan ik helemaal niks mee. Dit is zo'n. Hoe heet die leak nu? Hoe heet die leak nu? Pavon. Pavon. Ik ga deze gewoon weg doen. Je hebt wel Skiri, die kan ik sowieso even in een SPC gebruiken. Alleen die rating, denk niet echt. Ja, deze die doe ik gewoon weg. Ook al krijg ik er niks voor, maar ik heb anders weer zo'n groot ding staan met die zilverspelers en die bronzenspelers. Je hebt daar. Gewoon helemaal geen reet aan. Daar heb je gewoon helemaal niks aan. En die bronzen spelers en wat dan ook allemaal. Oké, Portugal. Echt gewoon die Weekend League doen. Weer. Ik moet gewoon echt gewoon weer die Weekend League doen, jongens. Alleen, het is gewoon zo'n rot ding. Echt, dan moet je en dan nog 20 potjes. En dan ja, als je niet goed geconcentreerd bent. Ja, jammer dan. Maar ja, jammer. Maar, ja, dan speel maar weer even een paar weken en dan wacht maar weer even.
Zo gaat dat in FIFA nu. Echt, FIFA denkt echt alleen maar aan de goede e-sports. Echt alleen maar aan de e-sports. Dat vind ik gewoon. Maar aan de ene kant, jongens, snap ik dit ook wel. Ik snap dit zo goed. Ik snap maar echt hoe dat ze nu te werk gaan. Echt. Dit is wel. Ik vind het stom. Alleen dit is beter. Beter. Waarom? Mensen gaan niet meer race quitten. Mensen willen niet meer leven. Mensen willen echt gewoon die punten hebben. Mensen gaan er gewoon nu even voor. Maar ja, terwijl je hebt dan ook niet meer in de weekend league. Ook niet meer die race quitters. Maar ook, ja, niet meer zo snel. Omdat ja, die mensen die wat race quitten, ja, die, dat doen ze elke keer. Die willen gewoon zo graag winnen. En ook, ja. In ieder geval, het is gewoon klaar als je 20 potjes hebt gedaan en rifles in. Dus ik denk heel even een gold upgrade doen. Dus, ja. Er zijn denk ik niet meer echt andere. Dus daarom denk ik, ja. Het is gewoon. Ik denk wel veel beter. Gewoon veel beter is dit hoe ze het hebben bedacht. Ik denk dat er echt veel mensen niet meer gaan leven. Er zijn er wel nog veel, maar ja. Kijk, en hier duw ik gewoon die hele lichte spelers in. Die wat niks waard zijn. De Kundu gaat erin. Heb je nog meer? Ja, deze gaat erin. En dan pak vooral ook die die Mancini gaat erin. Daar kun je ook niks mee. Bonatia gaat erin. Want je hoeft eigenlijk niet echt ze allemaal geconnect te hebben. Dat is ook hier één ding. Die Colarovo. Oké. Okay. Laat een beetje kijken. Deze. Die kun je toch niet zo goed connecten. Ik vind dit eigenlijk wel jammer. Want die past misschien ook in een ander team. Die past misschien ook ergens anders bij. Dat vind ik wel zonde eigenlijk. Deze. Ja, dan gaat die daarin. Weer een Dembele. What the fuck? Hoeveel, trouwens, hoeveel fucking Dembele's zijn er in de fucking voetbalwereld? What the fuck? Oké, ja. Er zijn echt meerdere. Niet alleen die van Barcelona, nee. No, je hebt er gewoon echt meerdere. What the fuck? Hoeveel fucking Dembele's zijn er? En what the fuck? Weer een Dembele. Maar we gaan dit even indienen. En dan hebben wij weer even een gold upgrade gedaan. En hopelijk hebben wij er ook iets aan. Dat is ook even een ander ding. Oké, vuur, maar ja, dat betekent niks. Oké, Insigne. Deze die is wel goed hoor. Alleen, ik denk niet meer voor een latere FIFA. Maar als je deze in het begin hebt, Insigne, dan heb je gewoon al goeie. Maar,
ik ga hem misschien wel op mijn bank zetten. Mijn bank, als ik er nou eens één nodig heb. Rafina, Insigne. Ja, deze is dan weer een beetje minder. Als ik dat zo kijk. Nou, toch ook niet hoor. Maar Insigne is ook nog zo wel goud. Dat is ook goed. En kijk maar ook echt die dribbel en die snelheid dan. Maar in ieder geval, goed om waar. Ik zet denk ik die Insigne op mijn bank. Alleen ik moet gewoon ergens gaan doen aan dit team. Echt jongens. Maar alleen echt. Ja, dat was de FIFA video. In ieder geval, ik heb niet meer heel veel te zeggen. Maar ik ga er wel eens even proberen ergens van dat spelen, ja, voor die, hoe heet het? Dat je die squad battles, met die squad battles en dat heel veel spelen. Alleen, ik heb wel eens geprobeerd en ik vond dat het gewoon echt gewoon niet werkte. Maar sommige zeggen het wel. Want ja, ik vraag me gewoon echt af. Ik wil gewoon echt gewoon ruim groeien. Een goed team, jongens. Echt. Alleen, ja, niks werkt. Of kopen jullie vaakste tijd FIFA punten. Of jullie allemaal die SBC's of zo. Zo, maar, ja, ik ga gewoon echt voor even goed team. En ik ga het gewoon ook even goed proberen en misschien gewoon even alle vier die dingen doen. Maar in ieder geval, ik ga hier de video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Zeker even een blauw duimpje omhoog. Zeker te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden en daarnaast op dat belletje te klikken wat naast al een nichtknop staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg je dus altijd adios.